Rein Je Fit is een nieuw programma voor kinderen met DCD. En tot nu toe was er nog geen wetenschappelijk onderbouwd programma dat echt inspeelt op meerdere onderdelen van de fitheid van kinderen en het beweeggedrag van de kinderen. We zijn terechtgekomen bij Rein Je Fit door Daan eigenlijk zelf. Daan liep hier met een foldertje rond en die vond die Riebedek enthousiast. Hier wil ik naartoe. Als kinderen starten met Rein Je Fit, dan komen ze eerst 10 weken, 2 keer in de week trainen. En ze gaan dan samen in kleine groepjes met andere kinderen en bijvoorbeeld kinderfysiotherapeuten aan de slag met oefeningen en spelletjes om fit te worden. Het Rein Je Fit programma richt zich op 2 onderdelen, fitheid en meer bewegen, dus leefstijl echt. Bij het verbeteren van de fitheid trainen we echt op het verbeteren van het uithoudingsvermogen en spierkracht en ook het anaerobe vermogen, dus meer het sprintvermogen. En daarnaast willen we ook graag dat de kinderen in de trainingen leren om over hun eigen gemaakte grenzen heen te gaan en te verkennen wat ze kunnen. Thuis lopen we vooral tegen het feit dat Daan bij het sporten en al dat soort dingen, kan hij net de stap niet maken om mee te doen. Daarnaast richten we ons op leefstijl, gericht op bewegen. Dus we moedigen ouders en kinderen aan om samen meer te gaan bewegen. En we hopen ook dat ze zo de behaalde verbetering in de fitheid, dat ze die op die manier ook vast kunnen houden. Wij hopen als ouders te bereiken dat Daan redelijk goed mee kan doen in de groep. Dat hij ook weer vertrouwen krijgt dat hij gewoon mee kan doen met sporten en al dat soort dingen. Ouders krijgen informatie over het belang van bewegen en strategieën om meer te gaan bewegen met hun kind in hun eigen omgeving. Ik zie een kleine verandering in het gedrag van Daan. Daar zie ik een kleine verbetering in. Maar ook dat hij meer mee gaat doen aan het gymnastiek en dat soort dingen. Vroeger zat hij vaak aan de kant, maar nu doet hij echt mee. Om het effect van Rein Je Fit vast te stellen, houden we het beweeggedrag van de kinderen bij. En voeren we een aantal fitheidstesten uit met de kinderen. We doen dat op 3 momenten. Voordat de training start, na de 10 weken training en na afloop van het leefstijlprogramma.